ga nu iets uit de box halen. Het is iets dat me nog steeds goosebumps geeft. En hele prettige goosebumps. En, laat me voor je openmaken. Ja, maak voor me open. Ik denk dat ik moet... dit is de vlag die we toen gekocht, de Surinaamse vlag, de oude Surinaamse vlag. Die we hadden voordat de nieuwe Surinaamse vlag gehezen werd. En het was een heel plechtig moment. En misschien kan jij ons vertellen, als je kan herinneren, want dat heb ik je wel verteld, wat de symboliek achter de sterren en... Dus deze vlag heeft een cirkel met 5 sterren erin. En elke ster, als ik me niet vergis, symboliseerde de verschillende etnische groepen in Suriname. Ja. En er was ook iets van dat de reden waarom ze voor een nieuwe vlag hebben gekozen en waarom de nieuwe vlag ontstaan is, en hou me dat ten goede, is omdat deze vlag symboliseerde 5 verschillende etnische groepen, maar zonder een eenheid, zonder een natievorming. En onze nieuwe Surinaamse vlag symboliseert dat juist wel, om al die etnische groepen juist weg te halen en alles bij elkaar te voegen als één eenheid. Dat is de nieuwe Surinaamse vraag. Je was wel bij de les. Ik heb een klein beetje opgelet op school. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.